Hey, goedendag, welkom bij deze nieuwe video. In deze video gaan we mee met de officier van dienst politie Martijn Mensen, ook wel bekend als de OVDP. En dat is zoals ik al zei, Martijn M. Hij bekend als de agent met snor, net als Robbe overigens. Nou, en mochten jullie afvragen waarom zit Damsko nou weer op een fiets? Dus omdat we even naar onze locatie toe moeten fietsen. Het voertuig was al vertrokken helaas. Maar goed, dan zijn we daar zo. Die hallo! Dat is wat wel ja, sneller, hè, maar... Wat doet deze meneer hier op de fiets, joh? Just ja, op. En dat snap je denk ik zelf ook wel. Dan moet je meneer met die koetsje even omhoog gaan. Maar daarom. Meneer, dan kan die medic ook weer een vest even meelopen. Wat? Zo. Ik had gemist, is het belangrijkst? Nee. Even elkaar leren kennen, ook. Andere agent Martijn... Oh ja, wacht, hij mocht komen, ja, inderdaad. Hij mocht komen, dan zou ik het geld krijgen en dan... Ja, ik kom nu naar binnen, dan ga ik het geld geven. Ja, is goed. Kom ik. Altijd fijn als die deur niet meewerkt. Kijk. Even kijken, had je hem even over? Ja hoor, pak hem even over. Ren er maar vandoor, hoor. Ga maar om het hoekje staan. Hm? Ga maar om het hoekje staan. Oké. Nogmaals, het plan is dus, jij mag gewoon meteen instappen en wegrijden straks. Ga ja, wachten totdat ik een van de gegijzelden naar mijn auto heb vervoerd. Okay. Ja, is goed. Dan wacht ik hier en dan... die gegijzelde hier bij uw auto is dan maar... Ja. Kom maar mee. Gaat hij instappen? Loop maar even mee. Loop maar even mee. Wacht over. Opgenomen. Als eenmaal de man met het kale hoofd bij mijn politieauto is, gaat hij instappen over. Let daar vooral op. Ja. 03 stel, let op over. Ja, ik ga voor degene in de winkel naartoe. Ja, dan kom ik nu naar buiten toe. Hallo, ja, hoor. Ja, hoor. Ik graag wil ik een melding maken, okay, dat er een winkeleigenaar wordt. Hij stapt in. Kunnen we nu voor rijden? Rijden. Goedendag, meneer. Hallo, meneer. Oh, naar de achterruimte nu. Kijk, voor je eigen veiligheid, ga naar de achterruimte. Laat die handen zien! Uitstappen! Tot vuurlijnen. Waarschuwingsschot. Laat die handen zien! Op je knieën! Jezelf feest. Godverdomme, ik voel voor mij een vrije door, een lul! Wapensbergen, het opgewerkt, heren. Ik ben super gehandeld, jongens. Ik heb meneer wat aangehouden voor de grijze kan die 5 series weg, dan kan de slag. Ja. Ik geef je scherp voor bij. Moet je jou maar achterkomen. Nou, dat gaat 0507 uur staat zijn, hoor. Top. Je bent natuurlijk de officier van dienst politie. Ja. Ja, stel je eens voor, wat doe je zo op een dag? Oh, wat doe ik? Oh, ik dacht, er komt nog een vervolgvraag hierop. Ik breng ons even naar de OC toe, hoor. Wacht even. Dat is natuurlijk ook al een belangrijke taak. De 03 verstaat zijn over. En wat doe ik zo op een dag? Nou ja, ik bereid briefingen voor. Of briefings. Dat houdt in dat ik bepaal waar de eenheden een beetje rondrijden. Want natuurlijk hebben wij uiteindelijk, bijvoorbeeld vandaag, hebben we ongeveer 6 tot 8 eenheden in ons basisteam draaien.
Nou ja, en die moeten natuurlijk ook aangestuurd worden. Die moeten weten waar ze een beetje surveilleren. Want als nou iedereen rond het blokkenpark gaat rijden, is het natuurlijk één grote chaos. En dan is het in de rest van de stad niet echt goed gecontroleerd. Dus dan is het de bedoeling dat ik ze naar de juiste plek stuur. Denk aan een... we hebben bijvoorbeeld een 0521 in dienst. Dat is een ongemarkeerde VP-eenheid. En dan sturen die bijvoorbeeld... bijvoorbeeld in het noorden rijden, want daar kunnen mogelijk drugsdeals zijn. Dan kan hij bijvoorbeeld daar een beetje het oogje in het zeil halen. Zo bepaal ik bijvoorbeeld ook dat er bijvoorbeeld in dit geval heb ik dat niet gedaan, aangezien er nog niet echt voldoende eenheden waren. Dat bijvoorbeeld 2 eenheden rondrijden rond Blokkenpark. En dan een eenheid bij de AWB bijvoorbeeld. Onder andere neem ik de leiding bij grote incidenten zoals net. Bepaal ik wat er gaat gebeuren. In overleg met alle eenheden te plaatsen natuurlijk. En zorg er een beetje voor dat de communicatie in het OC een beetje te doen is. En dat de mensen zich niet storen aan anderen. Oké. Dan nog een vraag vanuit Laurens. Bij een incident waar meerdere hulpdiensten betrokken zijn en er is bijvoorbeeld alleen een OVDP aanwezig en niet bijvoorbeeld een OVDG, heb je dan in dat geval ook leiding over die hulpdiensten? Ik verstond weer niet wat die 0-25 zijn. Maar... Nou, stel, we hebben een incident en er is alleen een OVDP aanwezig en geen OVDG om een voorbeeld te noemen. Heb je dan ook leiding over die hulpdiensten? Ik heb in principe geen leiding over die hulpdiensten, aangezien het natuurlijk gewoon een andere hulpdienst is. Ik ben wel het aanspreekpunt voor hen. Het is voor hen het makkelijkst om dan naar mij toe te stappen, aangezien ik dan degene ben die in principe weet wat er aan de hand is vanuit de politie. Dus in principe heb ik niks te zeggen over bijvoorbeeld de ambulance. Ik bepaal niet waar naar wie toe gaat. Ik maak in principe in dat geval gewoon suggesties van... zou jij die kunnen helpen? Zou je die kunnen helpen? Maar ik ben in principe niet hun baas, hun leider, wat dan ook. En dan iets simpele vraag. Heb jij als OVD meer kennis nodig dan een normale agent, om bijvoorbeeld te noemen? Of moet je alleen leiding kunnen geven? In principe, je kan OVD worden binnen ons korps vanaf je brigadier. Al zijn natuurlijk ook wel eens uitzondering vanaf hoofdagent, meen ik, weet ik niet 100% zeker. En dan heb je natuurlijk al wat meer kennis dan een aspirant bijvoorbeeld of als een agent. Dus uiteraard heb je dan meer kennis nodig als OVDB. Je moet natuurlijk ook gewoon leiding kunnen nemen. Dus je moet weten wat je doet. Je moet achter je eigen woord kunnen staan. Je moet zeker over kunnen komen. Niet onzeker, niet jezelf in twijfel kunnen trekken. Dus dat zijn allemaal wel dingen die je natuurlijk moet leren. En dat is meer praktijkervaring dan echt theorie, ga ik vanuit. En de eenheden moet je gewoon blindelings kunnen vertrouwen. Dus je kunt daar niet een aspirant op zetten die bijvoorbeeld een dag al binnen het korps zit. Maar je moet wel echt iemand hebben die er al een tijdje zit en die bekend is binnen het korps. Die een beetje elke naam en elk gezicht een beetje kent. Je kunt er natuurlijk niet iedereen op zetten. Dat waren de vragen en dat is dan duidelijk. Ik ga nog wel naar HB toe. Hey, joe! Ja, mag met de benenwagen. Oudoe! Nee! Die verstering. Vind je van een boksbeugel? Nee. Nou, hi. Wat dan? Iemand niest daar op een plek. Wat een top-outro is dit. Ja, doe iets. Nou goed, in ieder geval. Bedankt voor het kijken. Het was een leuke dienst. Verrassend, maar leuk. In ieder geval, Martijn, bedankt voor het meenemen op de OVD-dienst. Heeft Martijn nog iets te zeggen? Rij veilig, rij voorzichtig, doe niks doms en ontvoer geen agent. Ja, mooi gezegd. En houdoe, hè. Wat een kut outro, joh. Wat een kut outro, joh.